Utrecht, want Sharon Dijksma wordt vandaag, geloof ik, echt geïnstalleerd als burgemeester. Ja, vanaf vandaag is zij de burgemeester van Utrecht. Ben je natuurlijk benieuwd, wat moet iemand nou eigenlijk behelzen om dat ook goed te kunnen doen? Nou ja, wie weet dat beter dan een echte Utrechter, Henk Westbroek. Het is theoretisch een nadeel dat ze niet uit de stad komt, want in het profiel stond dat om een goede burgemeester te kunnen zijn, moest je duidelijke banden met de stad hebben. Nou, die heeft ze duidelijk niet, dus dat is niet goed. Wat kan de burgemeester doen om een echte Utrechtse te worden? Zich onmiddellijk aansluiten bij het gemeenteraadskoor. En dan gaan ze Utrechts leren. En dan gaan ze met z'n allen zingen. Als ik boven op de Dom ben. Maar op hun manier. Dus als ik boven op de Dom ben. Om het gevoel met het plebs te krijgen. Nou, zij als PvdA wil dat natuurlijk. Dus daar gaat ze gelijk heen en je bent geslaagd. Je kunt eraf op het moment dat je baalgehak en achterlijke gladiool fatsoenlijk kunt uitspreken. Er zijn gemeenteraadsleden die er al 22 jaar op zitten. Kunnen jullie een woordje Utrechts eigenlijk? Nee. Nee, dat gaat mij ook niet lukken. Nee. Ik ga ook geen poging wagen. Nee. Is het belangrijk dat de burgemeester een beetje het dialect van dat kan spreken? Ja, die moet het wel begrijpen en wel voeling hebben met inwoners. Ja. Ja, wat vindt u? Nou, ik kom zelf uit Rijssen, daar is ook echt wel een dialect. Ja. Ik spreek het zelf ook niet, maar ik vind wel voor een gemeenteraad, voor politiek, dat het wel belangrijk is om daarmee de verbinding met de bevolking te maken. Dus die moeten allemaal op dialect. Dus dialectcursus, bij ons vindt ook de gemeenteraad af en toe in het dialect plaats. Het heeft wel een bepaald cultuuraspect. Ja, wat leuk dat we dat ook doen. Ja. Ja, dan moet je het ook wel kunnen, anders volg je het niet. Ja, maar. Dan ben ik nog benieuwd naar het...